Rond 5:30 in de avond van 26 november nam een chauffeur op de Ruigehoekse dijk in Groenekan de bocht iets te ruim bij het verlaten van een garage waar hij juist zijn zomerbanden verwisseld had voor winterbanden. Hij reed met twee wielen in de berm naast de sloot, waarna de wagen aan de linkerzijde wegzakte en kantelde. De Volvo kwam daarmee op zijn dak in de sloot. Met behulp van de garagehouder lukte het een van de portieren geopend te krijgen en kon de onfortuinlijke chauffeur met een nat pak uit de auto komen. Het ambulancepersoneel heeft nog even een check gedaan, maar de chauffeur kon op eigen gelegenheid weer huiswaarts keren. De uitgerukte Groenekanse brandweer kon verder geen diensten verrichten en keerde derhalve weer terug naar de kazerne. Het sleepbedrijf heeft op slimme wijze de auto omhoog gehesen en teruggekanteld, waarna de wagen weggesleept kon worden. Wil je vaker video's zien van RoTV? Geef dan hier een klik en op mijn YouTube-kanaal kies je voor abonneren.